Eigenlijk gaat het om het laagste taalniveau, dat je niet genoeg kunt lezen of schrijven en vaak ook rekenen, gaat vaak samen, om je staande te houden in de samenleving, om te kunnen functioneren als werknemer, maar ook in je sociale contacten, in je mobiliteit. Veiligheidsvoorschriften op het werk zijn moeilijk te lezen. En de Rotterdamse werkgevers herkennen de taalproblemen van werknemers die de prinses aankaart. Ja, je wordt hier met je neus op de feiten gedrukt. Dus bij ons denk ik dat er ook nogal wat medewerkers zijn die links en rechts wat taalproblemen hebben. Nou ja, dat je mensen instructies geeft of dat je een memo verspreidt waarvan je denkt iedereen moet het nu weten, want we hebben het officieel gecommuniceerd. Maar als men het niet zo goed kan lezen en het dus niet begrijpt, dan daarin merk je het. U spreekt hier op het Rotterdamse ondernemersontbijt. Wat voor zin heeft dat om dat probleem hier bespreekbaar te maken? Het ziekteverzuim gaat naar beneden. De productiviteit gaat naar boven. Gelukkiger mensen zijn betere werknemers. Mensen staan steviger in het leven. Met name veiligheid, dat is voor ons een heel belangrijk punt. Je probeert iedereen op het punt van veiligheid te waarschuwen. Van pas op dat je bepaalde materialen niet met elkaar mag mixen, want dat geeft een explosie. Nou, als je dat dus eigenlijk niet goed begrijpt of je kan dat niet helemaal goed lezen en je doet dat eigenlijk op automatisme, ja, dan mis je de boot. En dat is levensgevaarlijk voor mij als werkgever, maar ook voor mijn werknemers. Dus. Ook al kent de stad veel laaggeletterden, toch gelooft de prinses in een daadkrachtig taaloffensief van Rotterdam. Nou, ik geloof heel erg natuurlijk in de daadkracht van Rotterdam. Het is een stad van denkers, maar het is ook een stad van doeners. En ik ben er heel erg van overtuigd dat als de ambitie die destijds door een wethouder is uitgesproken om te zeggen Rotterdam moet gewoon de eerste stad worden waar geen gelaaggeletterdheid is, hoop ik dat die ambitie ook waargemaakt kan worden.